Wat moet dat nou? Wat hebben jullie nou aan? Niks toch? Kan je het toch nutteloos maken, nuttig maken of niet? Misschien is het positief om naar de gemeente te stappen en dat plan voor... lang gedaan voor die Renault garage, maar ga gewoon niet door. We hebben feesten in de Circus Studios gehad. Dat was echt gaaf. Ja. Maar ja, nou weer voorbij door één ongevalletje. Wil je eens kijken wat er allemaal buiten doet, allemaal gebeurt. 3 schietpartijen in 1 tent. Nou, en dit is dan een steekpartij en het wordt gelijk dichtgegooid. Maar dat is wel niks. Jongens, mag ik jullie even wat vragen? Niet zo goed, hé. Nou, ik vind het eigenlijk een beetje zwaar kloten. Te weinig discotheken in Dordrecht. Ga je wel stappen? Ja, soms. 1 keer in de maand of zo, niet te vaak. Ja, je kan ook niet elke weekend de hele tijd naar Rotterdam gaan of zo. Of wat dan ook. Jij gaat dan ook mee naar Rotterdam? Nee. Nou, dat vinden mijn ouders niet goed. Maar we gaan nou dadelijk wel even naar anders. Dus even een schoolfeestje en zien we wat er gebeurt. Het is hier in Dordt eigenlijk geen tyfus te beleven. Echt niet. Je kan ergens uitgaan. Ik vind gewoon dat ze cirkels open moeten gaan doen. Ja, dat heb ik wel. Maar ze moeten de cirkels open doen. Ze moeten anders gewoon een disco gaan bouwen voor ons. Hier zo ergens in Dordt. Ja, er is echt niks te doen hier. Hoor. Er zijn plannen voor een discotheek, hè? Ja, ik heb het al gehoord. Ik hoop dat ze het doen, want anders is er echt niks te doen hier. Hoor. Echt niet. Ja, hallo, wat moet ik zeggen, Ron? Nou, wat is hier te doen in Dordt? Geen fuck. Nee, geen klote, niks. Wat is hier te doen? Niks, hè? Niks. Wat vind jij wat ze moeten doen? Studio's weer opengooien. Kijk, iedereen zou dat voor kopen. En wat moeten ze dan bijvoorbeeld organiseren? Nou, sporties. Ja, zie je? De mening van de jeugd lijkt ons vrij duidelijk. Er moeten meer uitgaansgelegenheden komen. Maar hoe kijkt de gemeente hier tegenaan? Kijk volgende maand weer naar Dordt Hangt.